Dames en heren, start zijn van de Den Bosch tijdmachine. We gaan het een beetje Europees aanpakken, een beetje landelijk aanpakken en een beetje lokaal-regionaal. En dat verweven we de komende, een goed uur door elkaar heen. Dat mag ook. Maar we beginnen graag met het hoofd van de afdeling erfgoed, Dieke Wesseling, die u enigszins meeneemt in het start zijn, de lancering van de Den Bosch tijdmachine. Dieke Wesseling. Dankjewel. Dank en wat een eer en wat een genoegen om na al deze inspirerende sprekers en in de Den Bosch Dataweek en in mijn eigen grote tuighuis de Den Bosch tuinmachine te mogen lanceren. En dat echte lanceren, dat ga ik aan het eind van dit verhaal doen door u een hele mooie film te laten zien. En uiteraard gaan we straks van alles ondertekenen. Maar het komende kwartiertje wil ik gebruiken om te laten zien waarom de gemeentelijke afdeling erfgoed, waar ik dus al ruim 2 jaar het hoofd van mag zijn, waarom wij heel graag samen met partners een Den Bosch tuinmachine willen gaan bouwen. En ik ga dan ook werk laten zien wat we eigenlijk al doen, wat heel veel collega's en heel veel anderen van mij al doen. Want dit is dan wel de lancering, maar stiekem zijn we echt al best wel lang bezig met big data uit het verleden. Ja, 's-Hertogenbosch, een stad met een rijk verleden. Ik ga dat helemaal niet toelichten hier. Iedereen die hier naartoe is komen lopen of komen fietsen, die heeft er al van alles van gezien. En de gemeente 's-Hertogenbosch heeft in 2015 eigenlijk iets gedaan met dat rijke verleden, namelijk een afdeling erfgoed samengesteld. Samengesteld uit wat toen al bestond, het stadsarchief, de afdeling bouwhistorie, archeologie en monumenten, de taak vestingwerken. Dat alles is gebundeld en daarmee is ook heel veel kennis en kunde gebundeld. En juist door die combinatie van disciplines hebben we een enorme hoeveelheid aan informatie, aan data gekregen. Denk aan de documenten uit ons archief, aan foto's en heel veel andere vormen van beeld en geluid. De resultaten van bouwhistorisch onderzoek, monumenten, de resultaten van archeologisch onderzoek, archeologische objecten, de vestingwerken en Jeroen Bosch, hij werd net door Julia Noordegraaf ook al genoemd. Daar kom ik straks ook nog op terug. Ja, en al dat erfgoed dat krijgt vooral waarde als het ook gezien, gebruikt en beleefd kan worden. En om dat te kunnen doen zijn wij al enige tijd geleden begonnen met het digitaliseren van onze erfgoed. En daar hebben we, moet ik eerlijk bij zeggen, nog een hele lange weg te gaan. Een beetje een ijsberg, maar we zijn bezig. En terwijl we dat grootschalig digitaliseren doen, werken we ook al aan toepassingen. En ook de silo's zijn net volgens mij in het verhaal van Patrick Timmermans ook al langsgekomen. Heel veel van onze data, ook als ze digitaal zijn, ja, zitten nog in de programma's waarin ze gemaakt zijn eigenlijk. En dat zijn silo's, die zijn nog geïsoleerd en het gaat nou juist om die verbindingen. We moeten de silo's doorbreken. Door slimme verbindingen te maken tussen data uit het verleden, het is net al een paar keer gezegd, kun je die objecten in een veel rijkere context gaan gebruiken. Ja, en dat is het uitgangspunt van de Den Bosch tijdmachine. We willen dus 800 jaar aan lokale geschiedenis. Ik krijg ze elke keer op mijn plaatje staan 800 jaar, dan denk ik, maar we hebben ook Neandertalers, dus we kunnen nog wel wat verder terug misschien. Hebben we wat minder data uit die periode, maar we hebben ze wel. Maar zeker 800 jaar aan de lokale geschiedenis gaan we tot leven brengen. Al die data aan elkaar koppelen, ontsluiten voor inwoners, voor bezoekers, voor onderzoekers. Koppelen aan historische kaarten en aan 3D-modellen. En ook dat is net al een keer gezegd, een soort Google Earth voor het verleden, waar je dus in de ruimte en in de tijd door de stad kan navigeren. Of zelfs een Facebook voor de middeleeuwen, heb ik ook al wel eens gehoord. In feite kun je ook persoonlijke netwerken gaan bekijken. 3 belangrijke pijlers in onze tijdmachine, zoals in de meeste tijdmachines. De linked data, ongelooflijk belangrijk. En ik heb hier een heel mooi rijtje, dat ga ik voorlezen omdat ik het zelf zo heerlijk vind klinken. Boedelbeschrijvingen, bouwtekeningen, bevolkingsregisters, archeologische en bouwhistorische gegevens, middeleeuwse manuscripten, historische objecten, afbeeldingen, audiofragmenten, schilderijen, maar ook persoonlijke verhalen van Bosschenaren.
Dat alles, en dat is onze collectie, maar gelukkig ook de collectie van heel veel andere partners in de stad en daarbuiten. Dat gaan we gebruiken en dat gaan we aanbieden in het linked data formaat. Dat is heel belangrijk. Tweede pijler zijn de kaarten. Ook net al langsgekomen, ook in Antwerpen gezien. GIS, historische kaarten, 2D. Daar hebben we er gelukkig al een heleboel van, maar daar willen we er nog veel meer van hebben. En daar willen we die data aan koppelen. En het derde onderdeel, dat zijn de 3D-reconstructies. Daar is Erfgoed 's-Hertogenbosch, mag ik zeggen, ook al vrij ver mee. 1500 hebben we al. 1629, een belangrijk jaar, zijn we mee bezig. En 1794 hebben we ook al, maar we willen nog veel meer. De Den Bosch Time Machine staat niet op zichzelf. Ook dit plaatje hebben we net al gezien, daar hoef ik helemaal niets meer aan toe te voegen. Het Europese consortium waar we straks officieel toe gaan toetreden. En daar zijn we heel blij mee. En we hopen ook in dat consortium te gaan samenwerken met heel veel van die andere lokale time machines. In Nederland zijn dat, behalve Utrecht en Dordrecht, staat hier geloof ik ook al op. Maar is er ook uiteraard Amsterdam, maar ook Limburg heeft een time machine. Friesland heeft een time machine. En er komen er ongetwijfeld nog veel meer bij. Ja, voor wie gaan we dat doen, die time machine bouwen? Voor onderzoekers, een plaatje van een meneer die in hele mooie boeken kijkt. En mijn eerste reactie was, ja, maar dat hoeft hij dan toch niet meer te doen. Maar dat gaat hij ook nog doen. Want ik vind dat wel belangrijk. Het werd net ook heel mooi gezegd. Je moet altijd weer terug kunnen naar die originele bronnen. En die blijven ook heel belangrijk. Al is het maar voor de historische sensatie die je daarmee ervaart. Maar onderzoekers dus, historici, andere academici. Stedenbouwkundigen, heel belangrijk. Dat zijn onze collega's hier binnen de gemeente die bezig zijn met de ontwikkeling van de stad voor de toekomst. Daar willen we ook heel graag die informatie aan aanbieden. Maar ook ontwikkelaars, ontwerpers, architecten, onze collega's van onderzoek en statistiek. Het onderwijs en alle andere vormen van educatie, ook in musea. Bewoners en bezoekers, dus ook de recreatieve en toeristische sector. En daar werken in Den Bosch heel veel vrijwilligers, zoals de kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, belangrijke doelgroep. En uiteraard ook de creatieve industrie. En daar heb ik straks nog een voorbeeld van. Nou ja, en wat doen we al? Ik zei het net al, vandaag is het start zijn, maar we zijn al een paar jaar bezig met een aantal vooral toepassingen. Die eigenlijk heel goed passen bij de realisatie van een time machine. Ik ga er een paar noemen en die doe ik helemaal geen recht. Ik ga er heel snel langs en u zult soms ook denken, hé, maar daar heb ik net ook al iets over gehoord. Dat klopt. Bijvoorbeeld Transcribus. Nou, ook dat heeft Lisbeth Keizer net fantastisch toegelicht. Handschriftherkenning. Daar is onze partner, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, heel goed mee bezig. En die gebruiken daarbij een hele belangrijke Bosse bron, namelijk het Bosprotocol, de schepenprotocollen. Een ongelooflijk rijke bron. Wordt nu op dit moment al in Transcribus toegankelijk gemaakt. En de eerste resultaten zijn echt fantastisch. Hele kleine foutenmarges. Dus dat gaat ons heel veel informatie opleveren. Die we inderdaad kunnen koppelen aan percelen, aan personen, aan locaties. Aan Jeroen Bos, zoals Julia Noordegraaf al hoopte. Beeldherkenning. Daar hebben we afgelopen maandag de Erfgoed 's-Hertogenbosch beeldverkenner gelanceerd. En dat is een prachtig project. Dat doen we samen met studenten van de Geronimus Academy of Data Science. Ook een van onze partners straks. Zij hebben een eigen start-up, die heet Walnut Data. Een fantastische groep. En zij hebben met kunstmatige intelligentie onze beeldbank eens even goed opgeschud. Daar kun je nu zoeken op bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen. Glimlach kun je opzoeken. En het beeld wordt ook nog even en passant ingekleurd. Dus je krijgt de resultaten die je zoekt, maar je krijgt misschien ook de objecten waarvan je helemaal niet wist dat je ze ook zocht. Dus dat biedt ook weer een hele andere manier. Oh ja, snor kon je ook opzoeken. Snor en bril en glimlach, geloof ik. Nou, je krijgt de meest fantastische dwarsverbanden in onze eigen collectie. Dat is heel, heel verrassend en heel erg leuk. Doen we nog meer? Interactieve kaarten en GIS, daar zijn we eigenlijk al, ook sinds 2016 al mee bezig. We hebben de website 's-Hertogenbosch op de kaart. Daar liggen allerlei historische kaarten onder, de oudste uit 1545. En daar zijn dus weer verhalen, foto's aangekoppeld, video's, 3D-animaties. Die wordt heel goed bezocht, die website.
Hisgis, ook met de Friese Academie die net al langskwam. Zij hebben ook voor ons de kadastrale minuut uit 1832 gefactoriseerd. En die is dan weer gekoppeld aan de perceelregisters uit ons eigen archief. Nou, zo kun je dus op percelen klikken. Ik zag het net in Antwerpen ook langskomen. Fantastische informatie over wie daar gewoond heeft, wat mensen verdienden, wat de waarde was van het pand, het bodemgebruik. En dit, wat nu even snel langskomt, is een analyse van het belastbaar inkomen. Dat gaan we vrijdag lanceren, heb ik begrepen. Blauw is laag belastbaar inkomen, rood is hoog. De wethouder ziet net zijn eigen straten uit beeld verdwijnen. Maar dat, nou, daar kun je ook, dat levert weer een hoop nieuwe informatie voor ons op. Reconstructies in 3D. Ook dat is in het Jeroen Bosjaar 2016 en ook al daarvoor gestart. Maar daar hebben we heel veel ervaring mee opgedaan. Panden zijn op die manier gereconstrueerd. En dus ook de hele binnenstad, 1500, 1629, 1794. Wat wij noemen het digitaal depot, door fotogrammetrie. En daar is ook een van onze vrijwilligers heel erg goed mee bezig. Zijn een object. Ik geloof zelfs dat dit specifieke object ergens om mij heen staat in een kast. Maar we hebben een hoop objecten op deze manier digitaal vastgelegd. En je kunt ze ook helemaal bekijken. Dus daarmee is alles wat in ons depot staat, idealiter, want dat is best wel veel werk, namelijk één zo'n pot, kun je straks op die manier ontsluiten en weer gebruiken in toepassingen. Wat we ook scannen zijn hele archeologische en bouwhistorische onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld de opgraving van de Waterpoort uit 2018. En die hebben we zo vastgelegd. Straks is dat allemaal niet meer te zien, maar dan hebben wij het wel vastgelegd. En het wordt nu gebruikt door de mensen die bezig zijn met de herinrichting van die plek. Nou, een aantal van dit soort scans en reconstructies gebruiken we bijvoorbeeld in de Erfgoed 's-Hertogenbosch route-app. Die bestaat ook al een aantal jaar. Er zitten allerlei thematische routes in. Je wandelt door de stad, je kijkt op je telefoon, je ziet hoe het vroeger was. Je hoort verhalen, je kunt foto's erbij oproepen. Je kunt ook weer die 3D-reconstructies zien. En dat werkt heel goed. Een van de dingen die je in die app kunt zien zijn 360 graden panorama's. Dit is de markt in 1500, maar je kunt ook panden van binnen bekijken. En een ervan is het pand waar wij nu zitten. Dit is de ruimte zelfs waar wij nu zitten, maar dan vroeger. En van deze techniek hebben we heel dankbaar gebruik gemaakt bij de afgelopen Open Monumentendag. Want ja, helaas, het fysieke bezoeken van panden zat er niet in. Maar via deze techniek konden mensen allerlei panden in, zelfs stukjes van panden bekijken die normaal op Open Monumentendag niet eens mag bezoeken. Dus dat was een fantastische uitkomst. Dan doen we aan augmented reality. Het voorbeeld wat we daar het liefste laten zien is onze Linie 1629 fietsroute-app. Daar word je verwelkomd door twee gidsen uit de 17e eeuw, oorlogscorrespondenten eigenlijk, die ook echt hebben bestaan. En de een vertelt natuurlijk het verhaal van Spaanse zijde en de ander het verhaal van Staatse zijde. En je fietst rond, zij praten je bij en je kunt ook nog 3D-reconstructies zien van de vestingwerken, maar ook allerlei wist u datjes, verhalen, zelfs kranten uit 1629. Een virtual reality game, dat doen we samen met onze partner Sint-Lucas. De studenten van de gameopleiding, de creatieve vakopleiding, die gebruiken al die reconstructies die u net zag. En ze maken trouwens zelf ook nieuw, want dat kunnen ze heel erg goed. En zij zijn een game aan het ontwikkelen. Ik kan er een stukje van laten zien. Ja, hier zien we de Piekenpoort. En daar kun je een spel doen. Je moet allerlei objecten vinden en die ook weer gebruiken. En dat, we zijn nog een ander spel aan het maken ook. Kijk, daar komen weer een paar van die vondsten langs. En we maken ook een spel met ze op de markt. En volgens mij zit dat ook in, ja. Het is echt fantastisch. En het is ook en passant een hele leuke manier. Want die mensen denken dan, waar gaan we mee werken? Met de erfgoed? Oh. Nou, dat vinden ze niet per definitie het leukste onderwerp. Maar na afloop zijn ze razend enthousiast. Dus dat is echt voor ons ook heel erg leuk. En zij kunnen dingen, nou, dat kunnen wij ons niet voorstellen. En dan nieuwe ideeën. Zo nieuw dat ik ze ook nog niet ken. Maar deze sheet heb ik er net bij gekregen. En dat komt omdat dit hele leuke dingen zijn die we gaan doen met de Avans Hogeschool. Ook een van de ondertekenende partners.
onder andere 3D-mapping. En als u daar meer over wilt weten, dan kunt u straks Dennis Dekker aanschieten of iemand van Avans. Ja, wie werken er aan mee aan de taaimachine? Dat kunnen wij dus echt niet alleen als afdeling. We werken samen met andere afdelingen binnen de gemeente, onderzoeksinstituten, universiteiten, hbo-opleidingen, vakopleidingen, toeristische sector, de musea willen we er heel graag bij betrekken, maatschappelijke partners zoals de vrijwilligers, het onderwijs, creatieve industrie. Maar ook echt heel belangrijk zijn dus de inwoners van de stad. De woorden crowdsourcing en citizen science, ze vielen net al, maar ze zijn ook echt heel erg belangrijk. Wat we graag willen, is niet alleen mensen betrekken bij het ontsluiten, maar ook bij het laten inbrengen van hun eigen verhalen, hun eigen erfgoed. Dat ook weer koppelen aan data en aan locaties. Zodat je ook een meerstemmige geschiedenis krijgt. En echt een virtuele tijdmachine van en voor de toonaangevende datastad die Den Bosch wil zijn. Dit zijn dan de partners met wie we straks gaan ondertekenen. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Geronimus Academy of Data Science, het Sint-Lucas en Avans, Time Machine Europe en uiteraard de European Federation of Fortified Sites, waar we als gemeente 's-Hertogenbosch lid van zijn. En dan ga ik nu op een knop drukken waarmee een film start. En dat is dan meteen ook de officiële lancering. ’s-Hertogenbosch is een stad met een rijk verleden. De sporen hiervan zijn overal zichtbaar. En we doen nog steeds nieuwe vondsten. Maar wat hebben we nu aan al die historie? Hoe maken we ons verleden weer actueel en toepasbaar? Er is één plek waar alles samenkomt. Erfgoed ’s-Hertogenbosch verzamelt en onderzoekt de rijke historie van de stad. Maar de vraag is, hoe krijg je inzicht in zoveel historische informatie? Hoe maak je deze toegankelijk? We zijn gestart met digitaliseren. Dit levert ons enorm veel big data op. Met behulp van kunstmatige intelligentie verbinden we kilometers aan historische archieven, kaarten, objecten, archeologische vondsten en monumenten in één digitaal informatiesysteem. Met zo'n geavanceerde tijdmachine kunnen we de ontwikkeling van de stad bestuderen op ongekende schaal. De manier waarop wij naar het verleden kijken staat hierdoor op het punt van veranderen. Maar wat is al die historie waard als het binnen de muren van het depot blijft? Erfgoed ’s-Hertogenbosch zet zich in om het erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek. Onderzoekers komen tot nieuwe inzichten dankzij de Den Bosch Time Machine. Ze verbinden en visualiseren big data uit het verleden. Welke patronen en relaties zien we tussen historische personen, locaties en gebeurtenissen? Dit is een inspiratiebron voor oplossingen voor actuele vraagstukken zoals klimaat, migratie, economie en het ontstaan van epidemieën. Projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen krijgen eenvoudig toegang tot betrouwbare historische gegevens. Zo kunnen ze direct zien waar oude waterwegen liepen, waar al uitgebreid archeologisch onderzoek is verricht en wat daar is gevonden. Creatieve makers ontdekken nieuwe mogelijkheden om de geschiedenis tot leven te brengen. Gameontwikkelaars bijvoorbeeld gebruiken 3D-constructies om nieuwe games te maken. De Den Bosch Time Machine laat leerlingen op jonge leeftijd kennis maken met erfgoed. Ze ervaren spelenderwijs hoe hun eigen buurt of huis er in het verleden uitzag. En ze krijgen toegang tot bronnen met informatie over dit lokale verleden. ’s-Hertogenbosch ontvangt jaarlijks vele toeristen. Via onder meer route-apps leren ze het rijke verleden van de stad op een nieuwe manier kennen. In de binnenstad en daarbuiten. Met de Den Bosch Time Machine brengen we 800 jaar aan lokale geschiedenis tot leven. We doen dit in samenwerking met andere steden in Europa en met een groot aantal partners uit het veld van onderzoek, erfgoed, musea
de creatieve industrie, de toeristische branche, maatschappelijke partners, onderwijs en de inwoners van 's-Hertogenbosch. Zo maken we de bossengeschiedenis zichtbaar en ervaarbaar voor iedereen.